De film van de Iraans-Koerdische regisseur Behbahnh Ghobadi is een regelrechte hit aan het worden. Heel de week is de film al uitverkocht. En het publiek geeft gemiddeld 4 van de maximale 5 sterren. Opmerkelijk, want waar andere films nogal eens gehyped worden op dit festival, doet deze muziekfilm uit Teheran het op eigen kracht. Maar welke kracht is dat dan? Nou, ik denk omdat het over een bijzonder onderwerp gaat. Dat is gewoon muziekleven nu in Teheran. Het is nou een gesloten land. We hebben allemaal gehoord over wat er in naar aanleiding van de verkiezingen is gebeurd en hoe sterk de jongerenbeweging daar is. En Iran is hot. Ja, waarschijnlijk. Kun je de titel van de film even opnoemen, oplezen? Nobody knows about the Persian cats. Deze film bewust uitgekozen? Ja. Want? Leek me spannend. Ik ben heel benieuwd. Waar gaat het ook weer over deze? Het is natuurlijk in het nieuws, Iran, op het moment. Dus ja. Ik kan me wel voorstellen dat dat nu heel erg voor ons speelt. Waar heeft het mee te maken, denk je? De titel? Dat ga ik zo meteen zien. Ik heb gelezen dat het gaat over dat honden en katten niet buiten mogen komen in Iran. En dat het daarom gaat. Ja. Normaal hoor je dan tromgeroffel en zo'n heel mooi moment. U heeft het goed. Ik heb het goed. En nu? Mogen we naar binnen. En nu pak ik een chippie. Hey, fijne voorstelling, hè? De film vertelt het verhaal van 2 jonge muzikanten, Negar en Askan. Ze zijn net vrijgelaten uit de gevangenis waar ze vastzaten vanwege het spelen van rockmuziek. Ze gaan op zoek naar medemuzici voor een optreden. Als ze vervolgens paspoorten willen om naar een land met een grotere vrijheid te vluchten, belanden ze in een hachelijk avontuur. Ik vond eigenlijk de muziek wel leuk en ook leuk om die band te zien, maar het verhaaltje waar het in was gegoten vond ik niet echt heel interessant. Goeiedag meneer, de man met het bier en de chips. Het is allemaal opgekomen, ja, zie je? Het is opgekomen, ja. Wat vond u ervan? Ja, mooi. Mooi? Ja, ja, gaaf film. Er liepen aardig wat mensen ook weg uit de zaal. Hè? Kan je dat begrijpen? Dat heb ik eigenlijk niet gezien. Dat is zelf eigenlijk nooit bij mij opgekomen. Nee. Dan voldoende noteren we? Een vier sterren, oké. Ja. Tijdens het filmfestival zijn er veel bezoekers uit alle werelddelen, want het is immers een internationaal gebeuren. Maar wie zijn zij en wat komen ze hier doen? From Toronto in Canada. And what are you doing in Rotterdam? I'm here with my film Mark. It's a biography about my friend Mark. I'm from the Philippines. What are you doing at the festival? I have a film here called Refrains Happen Like Revolutions in a Song. I'm the director of the film. And is it the premiere here in Europe? Yeah, it's the world premiere, and I'm very happy that I'm screening it here first in Rotterdam. Poland, Warsaw. I'm the programming director of Watch Dogs Documentary Film Festival, so I'm looking for films here in Rotterdam. Ich bin Redakteur und wir kaufen ein und co-produzieren für ZDF Arte. Und haben Sie schon viel gekauft? Nein, wir sind hauptsächlich auf dem Cinemat und sozusagen schauen uns die Projekte an und entscheiden dann erst in 1-2 Monaten, ob wir sie auch wirklich kaufen oder co-produzieren. I'm from South Africa. And what are you doing here? I'm a volunteer. What kind of work? Film office. I'm the coordinator of the film club, the sales and industry club. So you come from South Africa to work here? Actually, I live in Italy. But I'm South African, so I came from Italy to work here. De Paris, en France. Et qu'est-ce que vous faites ici? Je suis productrice chez Silex Film et je viens chercher des projets pour des coproductions minoritaires au Cinémart. Et ça va bien à Rotterdam? Oui, c'est mon 5e Rotterdam et j'ai déjà coproduit plusieurs films grâce au Cinémart, donc ça se passe très bien. Ouais. From India, this is the first time in Rotterdam with my new feature, which is showing today afternoon, something like 4 o'clock. And then my earlier films were discovered at Cannes. Yes. So you're a big one. I don't know. De tip van vandaag is een Tiger Award kandidaat. Een prikkelende, sombere en humoristische film uit Estland over de opkomst van het kapitalisme in Oost-Europa.